Oeh! Hallo! Hallo! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. We waren net even een bakje koffie aan het drinken om de dag te beginnen. We gaan even in die kluis kijken, want er liggen onderdeeltjes, hè. Wat heb je besteld vandaag? Ja, jij was zo goed bezig met het maken van onderdelen voor de wielophanging en voor de schokbrekerbevestiging van de tank. En nou hadden we nog een paar busjes nodig. En daar heb ik wat spulletjes voor besteld. Dus we gaan even kijken. Loepka! Woehoe! Het is een pakketje. We hebben een pakketje! Want zo lijkt het wel een groot pakket. Ja, het is ook een groot pakket. Heb jij gezien wat eronder ligt? Hey, de roze! Het roze mes is waar terug! Waar ligt die dan? Ja, ik heb hem gevonden hoor! Maar waar heb je hem gevonden? Ja, wacht, je had hem zeker binnen liggen. Rommel, nee, dat niet. Wat heb je hier trouwens voor SKF doosjes? Dat is natuurlijk spannend. Nee, dat is niet spannend. Oh. Dat is voor die Peugeot partner die daarbij staat. Oh, dat is niet voor. Ja, dan vroegen allemaal mensen zich af wat daarmee was. Maar daar zit, die heeft een beetje een soort van aanrijdingje gehad, die auto. En is de vraag of ik die wilde repareren. Nee, ik heb die niet kapot gemaakt deze keer. Hey, dit is niet de openingskant. Maak de openingskant ook. Oh, hey. Kijk. Ja. Zo, dit is een zwaar dingetje. Ja, dat zeker. Oh, wat mooie dingetjes. Ja. Het is een buisje. Ja, dat moeten ze worden, hè. Een dikwandig buisje. Ja. Want hier is dus een vakkundige schets. Dit is een bus die zat in de, ja, in die stangetjes die aan de schoenbreker zaten. Ja. Kijk. Hé, hey, maar dit komt ook van Indy dan? Ja, dit komt zeker van Indy. Dit is wel mooi. Ik wil ook even kijken. Ja, je wilt ook even voelen. Ze zijn best zwaar hoor. Ja, zeker. Dat zijn aardige bussen. Mooi. Er zit alleen geen motor in. Nu gekletst. Oké, ik ga nog even verder tekenen aan de portaalkraan. Dan moet ik even wat dingetjes aan bijwerken. Veel plezier met niks doen. Ja, ik ga nog een beetje koffie drinken, denk ik. Ondertussen. Ja, dat zou ik doen. Oké, okay, succes jongen. Jij een busje maken? Yeah. Maakt dat zo vreemd geluid? Ja, dat klinkt lekker, hè? Wil je ook een hapje?
Wil je wel, hè? Zou het lekker zijn? Weet je wat lekker is? Zeg het eens. Dit op brood. Oké. Okay. That's good. Het is bijna een ASMR-vlog zo, hè? Oh, dat vind je fijn, hè? Dat vind ik fijn, hè? Zo, kijk. Het portaal is nou zover klaar. Ik heb nog een paar dingetjes aangepast. Ik heb de schoren hier anders gezet. Hier een tussenbalk weggehaald. Deze balk daar weer in de plek gezet. Gezorgd dat alle bevestigingsmaterialen er ook in zitten. Kijk, alle boutjes, moertjes. Die hellingsplaten hebben we ook allemaal nodig. Zie je dat? Want die... deze balk, die IMP, die heeft een schuine flens daar. Dat is wel handig, want dan kunnen we sowieso zien dat ook alle bouten overal passen. Niet dat ze ergens tegen een las aan zitten of dan naar de rand de bouten niet hierin krijgen. En nog belangrijker, dan hebben we ook de stuklijst in orde. Kijk, de ruimte die hier omheen staat, die had Niels al helemaal ingemeten. Dan kunnen we ook zien hier bij de deur, zeg maar, zitten we nog een beetje met de schoor iets in de hoek ervoor. Maar nu is het echt wel minimaal. Ja, nou het portaal zeg maar in orde is. Nou moeten we natuurlijk de productietekening gaan maken. Daar ben ik al mee bezig. Ik ben eerst begonnen met de samenstelling eventjes goed te hebben. Moeten we even deze weghalen. Even kijken. Deze blok moet weg. Zo, suppressen. Tjoep. Zo, kijk. Zien we hem weer. Ja, dus zoals het eigenlijk gaat. Je hebt een 3D-model gemaakt. Dat heb ik net laten zien. En daarvan kun je dan een 2D-tekening maken. Dus je kunt verschillende aanzichten kun je op je papier zetten, om het zo maar te zeggen. Dan heb ik hier een tweetal aanzichten. Die gebruiken we voor, om te controleren dat die in de ruimte past. Sowieso, hè. Dus hier staan de buitenmaten staan erop. Verder heb ik ook de posities van de staanders erop staan. Zie je, tot het hart van de staander. Dus kunnen we dadelijk bepalen waar die moeten komen. Dus dat is ook wel handig bij het opbouwen natuurlijk. En hier de hoogte. Heb ik hier nog een 3D aanzichtje gedaan. Dat is meer een geheugensteuntje voor mezelf. Hier staan precies waar dat alle balken zitten. Verder hebben we hier meteen ook onze bestellijst zitten. Kijk, hier staan de boutjes allemaal in bevestigingsmaterialen. En meteen de aantallen. Dus dat is ideaal. Dus dan kunnen we dadelijk, hoeven geen boutjes meer te gaan tellen of gaan zitten rekenen. Staat er gewoon allemaal in. Dat klopt helemaal zo. Nu ben ik gewoon vanaf boven naar beneden aan het werken. Ben ik al die onderdelen op tekening aan het zetten. Ik heb maar boven daar die IMP 240. Dat is dit geval. Het is eigenlijk een heel simpel tekeningetje dit. Want we gaan een balk gebruiken die we hier nog hebben liggen. Hier staan de maten op, zeg maar. De oorspronkelijke maat staat hier. En dan deze maat, dat is waar die moet worden afgezaagd. Hier bij de stippellijn moeten ze hem doorzagen. Dit stuk hebben we nodig, dit stuk mikken we weg. En dan vervolgens moet dat een en ander aangelast worden. Wat gaten geboord worden? Kijk, hier staan een paar gatenpatroontjes die geboord moeten worden. En hier moeten een paar flensplaatjes met nog een HEA-balkje eraan gelast worden. Zo ga ik al die onderdelen dadelijk uitwerken. Dit is een lastsamenstelling. Ik was nou net bezig met de flensplaat. Kijk, dat is dit gevalletje wat er onder zit. Dit is gewoon een plaatje, 10 mm dik. Dit is helemaal mooi, want dan kunnen we gewoon zeg maar zo. Even kijken. Opslaan als een DXF. Hoppatee.
Kijk, die kan ik meteen als een DXF bestandje opslaan. Is hij gelijk klaar. Ik heb hier een document productie. Die slaan we op. Opslaan. Zo. Kijk. Krijgen we dit soort bestandjes. Dit is echt gewoon een lijntekeningetje. En dit kunnen ze direct bij de lasersnijder gebruiken om deze dingen uit te snijden. Ideaal. Hè? Perfect. Ik ga nog even doorknallen. Zorgen dat het ding vandaag eigenlijk de deur uit kan. Want dan kunnen we het gaan laten maken. Zo, Dirk. Hallo. 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 Hey, ben je er ook nog? Ja, ik ben bijna klaar met het tekenwerk nou. Ik ga vanavond de tekeningen doorsturen. Oh. Wat ben jij aan het knutselen? Oh, kijk, ik ben dit even in elkaar aan het... Ik heb net die stukken vastgezet. Ja, dat is goed, hè? Ik heb hier al die clipjes in gedaan. Dat waren we nog vergeten. En nou dit nog. Nice. Zeg. Zeg, ja. Bas, een stagebegeleider is hier, hè? Dat is spannend. Een schoolbegeleider. Ja, en Bas, die gaat een show opvoeren. Kom je ook kijken? Ik kom kijken. Ik weet niet of we het mogen filmen. Ik denk dat dat niet de bedoeling is, maar... Natuurlijk wel. Het zijn allemaal filmmaniertjes. Oh ja. Ja. Laten we het gelijk vragen natuurlijk. Oké, let's go. Hey ho, let's go. Ja, is dat wel Arbo technisch verantwoord? Moet geen zaakbroek aan, denk ik. Oh. Ik wil hem nu testen dan. Hoi, ja, hè Bas, we hebben net even jouw presentatie aanschouwd. Oeh. Ja. Ja, voor het hele bedrijf, hè? Wow, ja, dat klopt, ja. Dirk heeft er ook nog even bij gezeten. Het zat hier vol. Dirk is nu weg, want die is gewoon even helemaal naar de andere kant van Nederland aan het rijden om daar een poeg te halen. Hij heeft hier nog niet genoeg gesleuteld, dus hij gaat ook nog even een poeg halen om aan te sleutelen. Nou, ja, leuk toch? Ja, ik verwacht wel dat hij morgen op zijn poeg hier is. Hè? Of niet, Bas? Ik vind het wel. Ik vind het ook. Ik heb verhaald dat hij met een brommer naar Frankrijk was gereden. Zo, heb ik ook gehoord. Dan valt dit wel mee qua afstand. Ja, dit is een grapje. Dan ben je zo. Ik bedoel... ik ben bijna klaar met dit. Ja, ik heb nu de hijsbalk hier voor me. Dat is mooi. Die tekeningen die ga ik gewoon bijna één op één doorzetten. Een paar dingetjes even... Nog fine-tunen. Maar het is ondertussen alweer tijd. Ik denk dat we niet zo'n hele lange vlog hebben natuurlijk. Ja, hoe lang duurt die eigenlijk, Bas? Nou, ik zou zeggen dat ik het gewoon niet weet. Joehoe! Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik weet dat Dirk, alles in Dirk filmt dan. Ja, Dirk is vooral bezig geweest in de werkplaats. Ik ben vooral bezig geweest met tekeningen. Ja. Laten we de reacties doen natuurlijk. Hè? Ja, want dan moeten we nog wel even doen. Ik zoek ze er even bij. Nou, de reacties op de vorige vlog. Dat is nummer 168. Dan staat bovenaan Milbroek 1974. Die zegt, dan denk je als ondertitelaar, ha fijn, de reacties, bijna klaar. En daar komt er nog een verhaal over kopervet, wielmoeren en een Ford Mondeo. Soms lijkt het wel alsof ze het erom doen. PS, met een beetje pech moeten we deze reactie daags erop ook weer vertalen. Ja, dat klopt. En nou heb je net zo'n onderwerp aangesneden over kopervet op wielmoeren. En ik vind dat je de kopervet dus overal aan moet smeren. Vooral aan moeren en bouten. Dat is supergoed. En er was nog een dingetje over het aanhaalmoment. Hè? Want dan wordt het aanhaalmoment... Kijk, ik zal meteen even uitleggen hoe het zit met aanhaalmomenten en smering en wel dan niet smering. Kijk... Ja. Dat zit echt diep, hè? Daar heb je echt last van. Nou, weet je hoe dat komt? Omdat, ik heb dus ook aan ankerlieren en zo gesleuteld. En die dingen die staan op het dek van een schip. En die zitten dus gewoon in weer en wind. Beetje vergelijkbaar met het onderstel van je auto, maar dan nog veel erger. Mm-hmm. En als je dan een of andere joker hebt gehad die daar dus geen kopervet op maar heeft gesmeerd. Of een ander soort vet aan, want je kunt er ook ander vet op smeren. Maar kopervet is wel heel goed geschikt daarvoor. Dan breekt heel de bende gewoon af. En dan kun je gewoon janken. En dan kun je gewoon alles uit gaan staan boren. Alles opnieuw tappen. Dat is echt helemaal uit de boze. Bij mij was mijn ontwerpspecificatie...
Gewoon alles M12 minimaal. Dan heb je nog kans dat je het loskrijgt. Zo gauw dat het M10 of M8 of M6 wordt. Bout moe-verbinding. Dan kan je het gewoon met je sleutel kapot breken. En dan kun je gewoon een nieuwe bout inzetten. En dan hoef je niet zeg maar, in zo'n vuil tapgat uit te gaan zitten boren. Want dat is gewoon helemaal... Ja, dat is gewoon, daar word je gewoon verdrietig van. En dat is helemaal heel leuk als je allemaal een nieuwe auto's ligt te sleutelen en zo. Die allemaal niet vastgeroest zitten. Dan is het één groot feest. Maar als het op een gegeven moment niet meer helemaal nieuw is, dan is het... Nou, dan moet het gewoon... Dus daarom zit dit diep. Ik hoop gewoon dat die kijkers nou aan de andere kant van die camera denken... Ik had er toch kopervet op doen. Want als die auto's dan op een gegeven moment zo oud zijn dat ze hier terechtkomen... En wij moeten de boel losdraaien... Dan komt het gewoon nog los. Ja, in plaats van dat alles afbreekt. Dus doe jezelf een plezier en... Ja, dus dat. Hè? Cool. Hey. Dank. Ja. Oké. Okay. Ja, mooi. Goed. Yannick Worst. Blijft Bas nog na zijn stage? Hij doet het namelijk erg goed. Hey, hey. Bas, blijf jij na je stage? Ja, ligt eraan. Is mijn beoordeling... is die al getekend? Ja, die is getekend, hè. Dat was goed. Oh, ja. Dus, ja, dan blijf ik. Prima. Oké. Okay. Dus je blijft? Ja. Dus afhankelijk van jouw rooster, hè. Hoeveel tijd je hebt. Want je moet nog terug naar school. Ik denk dat het wel goed komt. Dat ben ik eigenlijk wel zeker. Ik hoop ook dat het goed komt. Okay. Hey, Orang 3. Eindelijk een nieuwe tankvideo. Met 3 hartjes. Nou, ja, mooi. Ja, dat was het eigenlijk alweer voor vandaag, hè. Moet er nog iets toevoegen, Bas? Ja, niks spannends, denk ik. Nou ja, dat was het. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hey, en als je het precies wil weten hoe het nou zit met die bouten en zo. En die spoed. Dan moet je het even opzoeken, hè. Ja, anders maakt het gelijk af. Ja, moet ik het helemaal afmaken? Ja, ik moet wel bezig zijn. Oké.